Maar in ieder geval, we hebben een lekkere flinke wandeling gedaan, want de dame die is nou zo moe, die ligt te slapen. Ja, oh, word je een beetje wakker, hoor die mijn stoel kraken. Ja, hè? Nou, ga maar weer lekker verder slapen, zal ik ook. Thank you.
zijn weer thuis. We hebben een flinke wandeling erachter, achter de rug. Meer dan 40 minuten gelopen. Dus ja, ik ben bek af. Ik heb pijn in mijn rug en pijn in mijn benen ervan. Ik had het blokje ook groter gemaakt dan mijn laatste grootte. Ik hoor van alles om me heen, maar ik zie niks. Ja, ik zit ook nog te wachten op de monteur van mijn scootmobiel. Want mijn linkerknipper ligt van mijn, die komt af en toe uit mijn stuur vandaan vallen. En dan wil je linksaf en... Oh. Oh. Oké, hij doet het niet, want hij hangt eruit. Nou, dan moet je met je vinger even uitsteken, want dat moet je toch eerst doen. En dan moet je even in de ruimte stoppen en dan moet je er weer in terug krijgen. Krijg ik wel gedaan, maar het is wel hinderlijk. Dat ding behoort gewoon vast te zitten. Simpel zat. De rechter zit wel vast, maar de linker die komt er iedere keer, nou, door het trillen van die booster natuurlijk op de weg, komt dat ding eruit trillen. Nou, dan heb je gewoon niet in de gaten en dan moet je ineens linksaf en dan ja, hangt hij er bij Del. Ja, dat kan niet. Maar in ieder geval, we hebben een lekkere flinke wandeling gedaan, want de dame die is nou zo moe, die ligt te slapen. Ja, oh, was je een beetje wakker hoor, die mijn stoel kraken. Ja, hè. Nou, ik ga maar weer lekker verder slapen, dat zal ik ook doen. Ja, dus die is ook moe. Ik zal mijn schermen van mijn computer even schoonmaken, want die is smerig. Dat zag ik dat die zon erop stond. En nou de zon eraf, kijk, mooi even schoonmaken. En dan zal ik die aandoen. Ik hoop dat jullie trouwens genoten hebben onderweg. Dat jullie het een en het ander misschien konden zien. Of wat dan ook. Ik weet het niet. Want het is voor mij ook het eerst dat ik zelf voor mij droeg. Ja, en ik loop natuurlijk ook niet fatsoenlijk recht. En af en toe krom en af en toe weet ik van wat. Ik hoop wel dat jullie het een en het ander hebben kunnen zien. En of jullie rijk ook hebben kunnen zien, dat weet ik ook allemaal niet. Dat moet ik zelf ook allemaal nog bekijken hoe dat gaat. En het geluid, ja, het zit in een huisje. En dat dempt dan het geluid alweer. Dus ik denk dat ik wel het geluid weer weg moet halen. Ja, en ik heb een paar keer ook gescholden. Want er zijn mensen die denken dat de hele wereld van hun is. Ja. Van de week ook al, s'avonds laat, komt er een auto op de gracht aangereden. Het is in je richting verkeer. Ik loop tegen de richting in, maar ik loop aan de graskant. Ze zien je, want het zijn daar allemaal lantaarnpalen, dus ze zien je wel. Rijka heeft nou ook een lichtje om, dat heeft ze onder de kerstboom gehad bij Karin van mij. En ja, dat flikkert, dat zien ze ook. En, maar ook al is het overdag, ben ik diegene ook al eens tegengekomen. Het is een vrouw, een buitenlandse vrouw. Ik heb niks tegen het buitenlandse mensen, helemaal niks. Het zijn ook mensen van vlees en bloed. Maar zij denkt dat ze de wereld voor zichzelf heeft. Want ik bleef stilstaan, expres, waar een parkeerruimte vrij was. Waar zij dus meer die kant op kon rijden. Maar nee... Ik moest aan de kant, ja, sorry, mijn stuur komt tegen haar auto aan. Mijn rollator mankeert niks, maar er zit wel een streep op haar auto. Ja, eigen schuld, dikke bult. Ja toch? Laat eruit kijken, laat het dan naar de inham gaan. Iedereen doet het vandaag ook, jou op eentje naast. Die dacht ook dat die eventjes alleen nog was of zo. Maar de rest... Die nemen toch iedere keer een stukje van dat parkeerhaven mee. Ja, doe dat dan. Dat is toch veiliger? Iedereen die heeft recht erop om overal te lopen of wat dan ook. Ja, en ik moet mijn hondje uitlaten. Iedereen loopt daar zijn hond uit te laten. Mag ik dan niet omdat ik met een rollator loop? Er zijn meerdere mensen die met een rollator lopen en die ook hun hondje uitlaten. Ook daar. Ja, de meesten gaan langs de gras, daar is gras. Ja, en zij doet het al helemaal in het gras, want op de stoep of in de goot of op de weg doet ze niks. Ze houdt het in totdat ik bij de gras ben. Nou, toch top! Ja, dat is een mooi schoon hondje wat dat er gaat. Alleen nog, wat ik bezig ben met haar af te leren, dat is dat ze overal in hapt en... op wil eten of wat dan ook, nou dat vind ik vies. Bah. Ja, ook mensen gooien eten weg voor de vogels.
moet het ineens zo eten. Maar ik weet niet wat erin zit. Ik weet niet wat zij kan verdragen. Het is nog maar een klein hoopje. Wat kan dat maagje verdragen? Nou, ik wil niet hebben dat ze die troep opeet. Wat een ander er neergooit. Ze kan thuis genoeg krijgen. Dus dan eet ze dat maar op. En niet wat op de weg ligt, op het gras daar ligt. Dus dan trek ik erbij weg en ik zeg ba. Ja, steeds maar ba. B-O, dat is wat betekent. Hoeft hier niet. Maar dat wil ik gewoon niet hebben. En ze moet ook leren om naast mij te lopen. Ze moet leren om te gaan zitten. Gisteren lukte dat me. En nou dus weer niet. Ik ben nou weer een beetje geweest om aan de tuin, aan de riem te trekken. Maar zit, maar nog niendo. Ik denk dat jullie dat al gezien hebben, want ik stond voorover. Dus ja, maar... De ene keer wil het wel, de andere keer wil het niet. Nou ja, dan, jammer toch, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik ga koffie maken en ik ga een bonbon eten. Ja, lekker. Mag, ja. Zoveel calorieën zijn eraf en zoveel calorieën gaan er weer op. Het is feestdagen, toch? Ja, het is eigenlijk wel een normale dag, maar... Ach, het moet even rondom deze dagen allemaal een beetje kunnen en... Oké, ik woog 78 kilo en ik ben nu 72,5, dus er zit weer een halve kilo bij en dat met de kerstdagen, et cetera. Nou, dat vind ik niet veel. Moet kunnen, die halve kilo, die gaat er wel weer af hoor, TZT, ja. Eerst deze dagen maar achter de rug en weer gewoon normale leven. Na 6 januari ga ik weer bezig de boel op te ruimen. Kan dat ook weer naar zolder? Heeft Jack van Cerelo weer wat te doen? Haha, geweldig. Maar oké, ik ga nu zo meteen koffie doen. En ik ga ook achter de computer. Die ga ik eerst even schoonmaken. En voor nu zeg ik, geniet van je namiddag. Laat even, ja, 7 minuten over 3. Ik moet als de monteur is geweest ook nog weer weg. Gaat Rijka ook lekker mee. Jullie gaan ook weer mee, want ik wil die bomen nog doen, die gekleurde, dat heb ik nog steeds niet gedaan, nee. Ik moet nog vuilniszakken halen, ik moet nog voor mijn koortslip weg even zelf halen. En dat doet giga pijn, Karen die zei al van dit er gewoon erop te doen. Labello, maar dat doet ook zeer als je dat doet. Ik kan beter zelf hebben, even met mijn vinger, dat doet lang niet zeer dat je dit eroverheen strijkt. Ja, omdat, maar in ieder geval, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, tot later, doei doei.